Gesprongen of gevallen, drugs, hitte of een psychose, in het ziekenhuis of in een kliniek. Tja, over Barbie, oftewel Samantha de Jong, gaan de wildste geruchten momenteel. Wat is er nou waar? Hoe gaat het met haar? En hoe gaan we een situatie als afgelopen dinsdag, wat het ook precies was, in de toekomst voorkomen? Bij mij in de studio Jan Uriot. Jan, welkom. Maarten. De belangrijkste vraag even eerst, hoe gaat het nu met Barbie? Nou, wisten we dat maar. En iedereen doet daar heel geheimzinnig over. We weten niet of ze nu in een ziekenhuis zit, of dat ze in een kliniek is opgenomen, of dat ze thuis is. Alles spreekt elkaar tegen, de mensen in de omgeving. En ik denk van, juist in dit soort situaties, we praten over een zelfmoordpoging, is het handig dat je toch even duidelijk bent wat er op het ogenblik aan de hand is. Ik las dat ze inmiddels in een kliniek zit. En dat is ook volgens mij wat de goede vriend / woordvoerder die ze heeft, Michel, als statement naar buiten heeft gebracht, toch? Dat zou kunnen, maar Michel die doet ook hele verzachtende woorden, zoals van, ze is door de hitte bevangen en uit het raam gevallen. Nou, buren hebben dus hele andere dingen inderdaad beleefd en gezien. Dus ik vraag me af of dat allemaal klopt. En, waarom is die dan downplayen? Ik zou ook wel heel graag willen weten in welke kliniek ze zit. Niet dat ik er op ga zoeken met de fotografen, maar dan ben je duidelijk. Begrijp je wel? Ja, dus ik denk, precies. Als je woordvoerder bent, moet je goed woordvoeren. Maar waarom wordt er gedownplayed? Voor de kinderen, denk ik. Ik bedoel, wij hebben in januari hier ook aan deze desk gestaan. Hebben we het over de kinderbescherming gehad. Ja. En ik nam toen al aan dat die zich toch wel echt zorgen gingen maken over die kinderen inderdaad. Ja. Nou, dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn. Want nu was dus toch die Milano van 3 jaar bij deze affaire dat ze uit het raam sprong of uit het raam viel. Die was, hoe kan dat nou? In Den Haag toen, op dat moment. Op dat moment. En dat is een heel raar verhaal, want ons is de laatste maanden op de mouw gespeld dat Milano, dat mannetje van 3, dat die bij zijn vader was in Spanje. Ja, komen we zo nog op. Ja. Maar ik wil eerst even naar Jake, de vorige manager. Ja. Want die heb je gesproken, hè? Ja, over die hebben we gesproken. En die leeft heel erg mee. Net het hele land leeft mee, maar die leeft zeker mee. Hij is geen woordvoerder meer van. Hij doet geen zaken meer. Maar hij zegt, ze wordt opgegeven door de verkeerde mensen op dit ogenblik. Ze heeft een nieuwe vriend volgens deze manager. Ja, ex-manager. Waar is die in het hele en dat verhaal? Is dus de zanger Jeffrey Lake. Nou, hebben we eens eventjes gekeken op de agenda van Jeffrey Lake. En die zou in Spanje zich bevinden. Ook. En dan denk ik, ja, als je nou een nieuwe vriendin hebt en die zit in zo'n nare situatie, dan moet je in Den Haag of Scheveningen zijn. Dus dat is ook wel zoiets. Ja. En Jeffrey laat via zijn Facebook of zijn social media laat hij ook niks weten. Dus misschien dat is ook heeft een gek verplichtingen, verhaal. Of is die onderweg inmiddels? Dat zou, nou, ook, dat dus zou ook nog kunnen. Kunnen. Misschien dat we dus morgen daar weer over kunnen praten. Maar en dan zegt ook nog de manager, de ex-manager, die zegt ook nog van, ze moet nooit meer op televisie verschijnen. En dat ga ik niet helemaal in mee, want het is wel een schreeuw om aandacht. Iedere keer lijkt het om een schreeuw op aandacht. En ze mist die aandacht. Ze heeft natuurlijk jarenlang in de spotlights gestaan. En opeens is het niet meer zo. En ja, je zou zeggen, nou, dan moet ze daar maar eens een keer van afkikken natuurlijk. Hè, van die aandacht. Zeg je nou, hou er maar op tv, want dan gaat het tenminste goed mee. Ja, dat toch? Is natuurlijk ook krankzinnig. Dat moet je ook niet denken. Maar het is wel iemand die aandacht waarschijnlijk nodig heeft. Maar dit moet worden opgelost. Dat toch? Moet opgelost. En dat straks moet opgelost. Krijgen we nog een derde keer. Er is al dit was de derde keer al. Hè? We hebben het over januari net gehad. Ja. Maar voor januari is er ook al iets geweest. Toen had ze iets gedaan met het hondenriempje van Cucci, van dat kleine hondje. Een riempje, dat belooft niet veel goed. Dat beloofde niet veel goed. Dus dit is al de derde, dus het gaat alleen maar vaart. Zij moet echt professionele hulp hebben en die moeten haar niet loslaten. Wat is er in januari gebeurd in die psychiatrische kliniek? Daar is ze veel te vroeg vrijgelaten, naar mijn mening. Hoe kon het daar? Dat ze wel zeggen, je mag niet meer op social media. Maar ze hebben daar wel inderdaad, daarvan uit, in die kliniek, zijn de seksfilms gemaakt. Hoe kan dat nou? Die zijn gelekt, die hadden heel veel mensen op hun telefoon vervolgens. Ja. Heel raar verhaal. Hoe kan dit nou? Eén iemand is er op dit moment wel voor er, zo lijkt het, vanuit Spanje ook, de ex. Maarten van der Plas, die is als een gek hierheen gescheurd. Komen we weer op die kinderen natuurlijk. Ik bedoel, die komt natuurlijk niet voor Barbie. Want die wil eigenlijk gewoon een nieuw leven beginnen met zijn nieuwe vriendin. Mm. Dat kan dus nu steeds niet opgestart worden. Want hij denkt constant, elke ochtend als hij naar zijn telefoon kijkt, wat is er nou weer aan de hand in Den Haag natuurlijk. Maar die is natuurlijk begaan met die kinderen, dat is logisch. En die probeert van alles nog te redden wat te redden valt. Maar dat Barbie haar kinderen ooit nog tot zich krijgt, tenminste in huis krijgt, volgens mij is dat niet aannemelijk. Dat gaat helemaal niet meer gebeuren. Die vrouw is niet toerekeningsvatbaar. Tenminste, dat gaan ze waarschijnlijk zo verklaren. En dan kan ze er naar fluiten. Dus ik weet niet of dat nou heel goed is voor Barbie, want het gaat haar juist altijd om die kinderen weer, weet je wel. En als die kinderen haar af worden genomen, aanstaande zaterdag,
dan zou het groot feest moeten zijn. Dan zou ze 29 jaar worden. Ja. En dat wordt ze ook. Ze gaat 29 worden. Maar het zou een groot feest moeten worden. En dat wordt het natuurlijk niet. Want het is een hele trieste toestand op en dit moment. En ze leken zo bovenop met een nieuw uiterlijk. En, ja. En weer frisse media optredens en nou dit. Maar dit is toch een soort maskerade geweest. Het blijkt toch wel een soort actrice te zijn die dus dingen kan maskeren, blijkbaar. Laten we hopen dat ze heel snel de juiste mensen om zich heen krijgt. Dat sowieso. En professionele hulp. Dankjewel, Jan Uriot. En wij wensen natuurlijk Barbie en alle betrokkenen vanaf deze plek heel veel sterkte. En nog even voor de duidelijkheid, heb je nou zelf hulp nodig? Misschien die is er. Kijk op 113.nl of bel 0900 0113. Tot zover Privé Vandaag. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.